Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag weer een shopblog, want de vorige ging heel snel. De spullen waren heel snel uitverkocht en jullie waren heel erg enthousiast. Allereerst dankjewel voor alle leuke reacties daarop. En daarom vandaag een XXL shopblog. Heel veel leuke ondergronden, een beetje soortgelijk aan de vorige. Waar ik overal maar eentje van heb, dus wil je erbij zijn, ga dan snel naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onderkopje sale. Ik heb dus vandaag nog meer als de vorige keer. Veel verschillende ondergronden. Dus laten we gauw beginnen. Allereerst, heb je er zin in? Doe alvast even een duimpje omhoog. En laat me vooral weten wat jij de leukste vindt. Wat jij graag wilt zien aan shopblogs. Maar omdat het zo'n groot succes was de vorige keer, bracht het me op het idee om dit vaker te doen. Misschien één keer in twee weken. Of misschien straks wel elke week richting kerst toe. Nieuwe cadeauartikelen, nieuwe kerstballen. Dat soort dingen. Laat me dan even weten wat jij graag wilt zien in een nieuwe shopblog. En wil je het niet missen, abonneer dan even gratis op dit kanaal. Dan mis je helemaal niets. Je kan ook het belletje aanzetten en dan krijg je ook een melding als er een nieuwe video online komt. De shopblogs komen namelijk gewoon een beetje tussendoor. De DIY-pakketten op woensdag en vrijdag blijven gewoon en op maandag vaak een vlog. Maar vandaag heb ik dus ook een shopblog voor jullie. Dus wil je het niet missen, abonneer gewoon. Goed, gaan we gauw beginnen met alle leuke ondergronden. Hè? Ik noem gewoon het nummertje weer op en wat het kost. En dan staat op onze website en kun je het daar bestellen. Nummer 36, gelijk naar het toppetje. Zoals je ziet is het best wel een grote, grote bol. Heel leuk straks om kerstlampjes in te doen en thuis op te hangen. Kost nu 10 euro, nummer 36. Dan heb ik de teakhouten schaal. Die hebben jullie al eens voorbij zien komen. Hij is heel veel verkocht. Hij is nu uitverkocht in onze webshop. Deze heeft alleen niet zo'n hele mooie vorm. Ja, maar ook wel weer mooi. Het is echt een schoonheidsfoutje. Maar als je bijvoorbeeld hem ergens tegen een muur aanzet of zo, is het juist heel erg geschikt. Maar omdat hij niet helemaal rond is, is hij nu in de aanbieding van 5 euro. Dat was trouwens nummer 32. Dan een super mooie waxkrans met eikeltjes. Zo, ik kon er eventjes niet opkomen. Heel erg mooi nu voor de herfst. Hij is helemaal gewaxt. Wel kwetsbaar daardoor, maar heel erg mooi. En mooi om binnen op tafel te leggen. Mooi windlicht erin. Een paar lampjes eromheen. Het is weer super gezellig. Is nu 4 euro. Dus echt een koopje. Dit was nummer 33. Bingo! Dan deze mooie krans. Hier staat, hier staat een video van online vorig jaar met kerst. Dus je kan hem natuurlijk gewoon nu bestellen en alvast voor de kerst meenemen. Want dan kan je hem natuurlijk met die video opnieuw opmaken. Maar dat is een heel leuk idee. Nummer 35 is nu 5 euro en is echt heel zwaar. Dus koop je. Dan deze industriële set. Die kan je aan de muur hangen. Zoals je ziet, maar je kan er ook gewoon voor op tafel een leuk bloemstuk in maken. Het is een set van 3. Echt heel erg leuk. In het wit is nummer 31 en een complete set. Dus 3 stuks is nu 7,50 euro. Dan deze leuke ondergrond is straks ook heel leuk als kerstboompje. Met lampjes erin. Of nu met vruchtjes. Is nummer 12 en is nu 6 euro. Dan deze leuke houten potjes. Dit is ook leuk bijvoorbeeld in de douche om zeep en dat soort dingen. Of om een cadeau te geven. Als je net een aardigheidje wil geven. Of lekkere chocolaatjes in. Maar kan ook gewoon een plantje of een bloemstukje. Is nummer 13. Ik heb er 2 van. Is nu 4 euro. Dus koop je. Dan deze mooie bol. Nou, hier kan je natuurlijk op alle kanten mee op. Is nummer 7. Het enige wat aan deze bol is, is dat er een klein gaatje in zit. Je ziet het bijna niet omdat het gewoon zo gevlochten is. Maar ik vind het wel netjes om het erbij te zeggen. Is daarom nu maar 5 euro. Dus echt een koopje voor zo'n mooie ondergrond. En dan heb ik nog een bol. Nou, echt prachtig als je hier ook lampjes in doet. Is nu 7 euro. En dit is nummer... Geen nummer. Nummer 50 maak ik ervan. 7 euro. Dan nummer 51, een heel leuk mandje. Je kunt er ook weer alle kanten mee op. Is nu 5 euro.
Het begint al een beetje donker te worden, dus het kan zijn dat ik soms iets minder scherp ben. Dat is een beetje nadeel dat het zo vroeg donker wordt. Dus bij mij ben ik nu weer scherp. Ik hoop dat het helemaal scherp genoeg is, maar goed, anders moet je het even wel lief nemen. Dit mooie hart zijn ook meerdere DIY-pakketten mee online gekomen. Je kan even terugscrollen in de video's of je daar wat leuks tussen ziet om hier op te maken. Je kan er ook alle kanten mee op. Natuurlijk mooi straks voor moederdag, Valentijnsdag, maar ook leuk met kerst of nu met herfst om op te maken. Nu 3,50, dus nummer 6. En hier zijn er dus nog een setje van over. Dit was echt een heel goed product. Maar ik vond het leuk om deze toch in een sale te doen. De grotere marmeren bol en de kleinere marmeren bol. Dit is nu 4 euro en 5 euro. Is echt een koopje. Ze zijn in meerdere DIY pakketten gebruikt. En ja, het is echt een heel goed product. En dan heb ik nog zo'n product wat heel goed is. Deze industriële schaal. Ik heb hem gebruikt met het EK-stuk. Heel mooi bloemstuk wat je eigenlijk nu ook leuk kan opmaken. En speciaal voor deze aanbieding 7,50 euro. En dit is nummer 53. Dan nummer 34 is een trapje. Is heel leuk om bij de deur te zetten. En bijvoorbeeld nu wat herfstvruchtjes op te doen. Wat lampjes omheen te wikkelen. Is heel, ja, vind ik heel leuk. Je kan bovenop ook een paar plantjes doen. Is nu 3,50. Dus echt een koopje. Nummer 34. Dan nummer 30 is een hele zware ondergrond. Industrieel. Echt heel gaaf. Kalabassen erop. Mooi bloemstuk erop. Nummer 30 is 7,50. Dan een superleuk mandje. En deze vind ik ook heel leuk om met zeep of wat parfum in een badkamer te zetten. Het is nummer 22 en is nu 4 euro. Heel mooi materiaal. Nog weer een mooie kleine bol. Aan de onderkant kan je hem mooi neerzetten. En is nu 4 euro. Nummer 19, koopje. Dan heb ik nog weer een leuk mandje. Nummer 16 is nu 4 euro. Dus ook weer een koopje. En een leuke krans, nummer 14, ook 4 euro. Dan, dit is echt weer een toppertje. Het is een beetje moeilijk om dit goed te laten zien. Maar het zijn industriële, het is een beetje een industrieel frame met potjes erin. Die je ook weer los van elkaar kan houden. Dus dat is weer super leuk. Oh, ik ga hem even neerzetten. Dit is niet heel handig. Je kunt ze dus los van elkaar halen en je kunt de potjes er ook los van elkaar halen. Het is nummer 15 en is nu maar 5 euro. Dat is echt een koopje. Dan weer een super mooie krans. Mooie dikke krans. Nummer 8 is nu ook 5 euro. Koopje. En dit, ja, het is een soort vogelhuisje idee. Nummer 5 is nummer 3,50. Dan een hele grote zware krans waar je in, binnenin een mooi bloemstuk kan doen. Is 20, nummer 20 en is nu 15 euro. Is echt een toppetje dit. En deze vind ik zelf heel erg leuk. Want deze is leuk met lampjes erin. Een paar kerstballetjes straks op is die heel leuk. Is nu 3,99 en is nummer 56. Dan nummer 1. Het is een soort lantaarn. Echt leuk. Ook leuk, een paar kalebassen erin. Lampjes erin of gewoon een mooie kaas erin. Nummer 1 is nu 7,50. Dan dit leuke vogelhuisje. Nou, super leuk natuurlijk straks met Sinterklaas voor de mannen. Als je weer een loodje hebt wat je niet weet wat je moet geven. Dus nummer 2 is 10 euro. Dan heb je echt een heel origineel en leuk kwalitatief huisje. Weer een leuk potje. Waar je ook weer van alle kanten mee op kunt. Dus nummer 3 is nu 5 euro. En dit is ook heel leuk om een bloemstuk in te maken. Nummer 10 is nu ook 5 euro. Zit ook onderaan. Mooi stevig, zodat je het goed kan neerzetten en niet kiept. Deze is echt van heel mooi hout. Van heel mooi dik wattelhout. Nummer 4, 5 euro. En een toppertje. Een kan en een schotel. Hoe leuk zit bij de deur. En dan met een plantje erin zo. Ik vind hem echt fantastisch. Het is nummer 9. En is als set 15 euro nu. Is echt ook heel zwaar.
Dan deze om buiten op te hangen of binnen. Kan natuurlijk ook super leuk. Kan een kaarsje in doen. Een plantje, een hangplantje of een bloemstukje. Is nummer 18. Het is trouwens ook echt hele mooie kwaliteit. Nummer 18. En is nu 7,50. Dus hoe leuk om hier wat leuks mee te doen. En deze is, vind ik ook leuk nu voor een herfstboompje. Maar straks ook een kerstboompje. Een alternatief kerstboompje. Is nummer 11. En is nu een tientje. Dus echt, dit is echt een kopje. Echt super leuk. Echt wat anders dan anders. Dan nummer 49. Een heel mooie takkenbundel. Leuk met lampjes. Straks de kerst. Is nu 7,50. Hetzelfde geldt voor deze. Een iets andere ondergrond. Je kan ze ook loshalen en los gebruiken. Maar je hebt er gewoon een super mooie aparte krans voor. Dit is nummertje 43. Is nu 7,50. Een aparte vlieger. Ook heel apart. Leuk met lampjes nu om in één kant allemaal vruchtjes te doen. Heel leuk. Nummer 38, 5 euro. Een super grote nestkrans. Leuk om een bloemstuk in te maken of plantjes in te doen. Een plantenbakje van te maken. Nummer 37 is nu 7,50. Dan deze. Hier is al een DIY pakket mee opgenomen. Daar heb ik straks nog een paar van. Ze zijn allemaal apart. Maar ze zijn allemaal net eventjes iets wankel. Verder helemaal goed. Dus je een keer met een goede hamer erop zal die vast wel weer helemaal goed zijn. Maar dat is nummer 47. En dat is echt een koopje. Is nummer 10 euro. Dat is echt een heel goed verkocht. Een van de best verkochte DIY pakketten. Die heb ik ook in nummer 61. Is een net wat een robuuster hout. Net zo. Dit is trouwens wel echt mooi stevig nog. 61 ook 10 euro. En heb ik ook in nummer 60. Die is nog weer iets groter. Ook 10 euro. Is echt een van de best verkochte DIY pakketten. Dan deze leukert. Hoe gaaf om zo neer te leggen en aan beide kanten een bloemstuk of de krans af te maken. Dat is ook super leuk. Maar ook om op te hangen. Nummer 44, nu 7,50. Dit is weer een toppetje. Daar heb ik er nog eentje van over. Nummer 40. Hier is ook de bol in frame opgemaakt toen met de DIY pakket. Ook een van de best verkochte video's. Is nu 10 euro's. Echt een koopje. Nummer 42. Hier kunnen jullie vast ook wat leuks mee maken. Heb je trouwens iets leuks gemaakt naar aanleiding van deze video met een van deze ondergronden? Laat het mevrouw weten, want dat vind ik heel leuk. Maar goed, nummer 42 is nu 5 euro. Nummer 39, een heel mooi puntmandje, luxe puntmandje, 6 euro. Nummer 45, is dit mooie mandje, is nu 5 euro. En dan de laatste, heel gaaf om hier een bloemstuk op te maken. Je kan hem neerleggen, je kan hem ophangen. Nummer 41 en is nu 7 euro. Allemaal koopjes. En zoals jullie van me gewend zijn, sluit ik even af met een hele leuke aanbieding waar ik er meer van heb. Maar wat gewoon super leuk is. Net zoals de vorige keer het vilt, heb ik nu een hele leuke herfst hangen met allemaal dennenappels. Hoe gaaf is om dit op te hangen. Die kleuren zijn ook heel mooi. Het kaartje zit er nog aan. Want dit is normaal een verkoopprijs van 18,90 euro. Dus echt een koopje. En vandaag, alleen zolang de voorraad strekt, dus zolang die op is, 4 euro. Dat is echt mijn koop. Ik heb te veel van op voorraad. Mocht het nog op voorraad zijn, dan is die een week geldig, de aanbieding. Dus wees er snel bij als je dit wil bestellen. Dat is echt heel leuk. Dit is gewoon een mooie lange slinger om de herfst helemaal af te maken. Maar trouwens, met kerstkant ook weer heel goed natuurlijk, de dennenappels. Dan was dit weer de video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. En laat me vooral even weten wat jij graag wil zien in een volgende shopblog. Want ik blijf hier gewoon lekker mee doorgaan. Ik vind het hartstikke leuk om ook de aanbiedingen en de sale met jullie te kunnen delen. En niet alleen in de winkel. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En tot de volgende keer.